Hey Noah. Hey. Ik zie je derde uur na de pauze, toch? Ja. Hartstikke leuk. Tot straks. Tada. Hey, ben jij Noah? Ja, dan moet jij het maatje zijn. Ja, klopt. Had die man dan nou net als in de derde uur? Ja, een schooldag is verdeeld in verschillende lesuren. En ieder uur heb je les van een andere docent. Oké. Okay. Maar voordat we bezig gaan met de rondleiding, moet je eerst je jas in het kluisje. Oké. Okay. Oké, kom, ga. Kijk, dit is de receptie. Hier kan je naartoe als je vragen hebt, want hier zitten conciërges. En je kan fietscomplainen en pleintjes halen. Oké. Okay. En dit is de leerlingbalie. Hier moet je melden als je te laat bent. Gelukkig zijn we dat niet. Kijk, dit is het muzieklokaal. Oké. Okay. Hey, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Jullie willen weten wat wij zo hier met muziek doen, op de locatie, Bruchtstraat. Nou, dat kun je zien, er zijn heel veel instrumenten, keyboards, gitaar, drums. En er wordt ook heel veel aan zingen gedaan, hetzij in de groep, maar ook individueel. Zijn er mensen die heel goed kunnen zingen en dan zelf het op het podium kan doen. Huh, wat is dit voor taal? Kom, dat vinden wij het in de talengang. Kijk, dit is de talengang. Hier vinden we vast wel de taal van het liedje. Oké. Okay. Hallo, moin moin. Herzlich willkommen auf der Brüchertstraße. Sehr toll, dass ihr hier da seid. Hier gibt es das Fach Deutsch. Und hier lernt man alles über die deutsche Sprache und Kultur. Super toll. Nee, dit is hem niet. Schade. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes bien au Bonhoeffer Collège? Comment ça va? Vous avez écouté quelle chanson? C'est formidable ou pas? Nee, dit is ook niet. Ah, dommage. Hey, welkom op de Bruggenstraat. Ik geef Nederlands. Komen jullie erin? Nee, dit is ook niet. Schiet verderop. Hey guys, welcome. This is English. Do you need to be here or? Ja, Engels. Dit All is. Alright, welcome. Maar stel je nou voor dat je echt heel goed wordt in Engels, dan kun je vanaf jaar 2 bij ons ook Cambridge Engels volgen. Cambridge? Ja, Cambridge. Weet je wel, zo'n stad in Engeland. Zo'n oude stad, dan moeten wij geschiedenis zijn. Nou, ga er vandoor. Kijk, dit is het geschiedenislokaal. Goedemorgen, Noah. Hallo. Waar kom je vandaan? Wij komen van Engels. Engels? En wat hebben jullie daar gedaan? Ja, wij hadden het over de Cambridge. Cambridge? Oh, wij gaan het over Amerika hebben. Kijk, ik was net even een kaartje aan het tekenen hoe Amerika er langzaam maar zeker uit is gaan zien. Hoe vinden jullie dat kaartje? Hij kan wel een tekenlesje gebruiken. Een tekenlesje gebruiken? Nou ja, zijn jullie een goed adres? Aan de overkant is er een tekenlokaal. Dus ga er maar eens even kijken. Ja? Ja, ga je doen. Dag. Dag. Hallo? Er is geen docent. Lamp aan. Wow, kijk al deze tekeningen. Heel gaaf. Hi, jongens. Hi. Hi, wat kom je hier doen? Ja, we wouden even voor meneer Geschiedenis komen, want die kan wel een tekenlesje gebruiken. Ah, oké. Okay. Meneer Kopen zeker? Ja. Ja? Oh, maar hier wat tekenen gegeven, zoals je ziet. En als je het leuk vindt, kun je dit vak ook kiezen als examenvak. Super gaaf. Ja, dat dacht ik ook. Dus kijk maar even rond als je wil. Heel mooi. Maar we gaan weer. Oké, veel plezier. Doei. Doei. Goed, jongens, we zijn bezig geweest met de voorkennis. Gaan we eventjes weer naar kijken. Ja, kom maar binnen. Hi. Kijk, dit is een nieuw wiskundelokaal. Cool, hier had ik niet op gerekend. Nou, rekenen is niet helemaal wiskunde, maar je hebt rekenen wel nodig om problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtefiguren, zoals een prisma. Hoeveel ribben heeft een prisma nou? Of hoeveel hoekpunten? Wat is een prisma eigenlijk? Dat leer ik volgend jaar. Maar nu moeten we even verder. Doei! Doei! Kijk, dit is nou het atrium. Hier worden de pauzes gehouden. Wat mooi! Maar ik had nog één vraagje. Wat is een mentor eigenlijk? Hier, kijk, daar loopt meneer de fiets. We kunnen het hem wel vragen.
Wat is een mentor eigenlijk? Ja, eigenlijk kun je het vergelijken met je docent van groep 8. Als er wat aan de hand is, of als je vragen hebt, of als je problemen hebt, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Dus die staat eigenlijk altijd voor je klaar. Oké. Nou, bedankt. Maar we gaan weer verder. Joe. Kijk, dit is de kantine. Hier kan je gezonde broodjes halen. Oké. Goedemorgen. Mag jij misschien 2 broodjes? Ja, €2,40 alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. We hebben ook een business school project, dat doen we ook in de keuken. Misschien is het leuk om daar even te gaan kijken. Oké, okay. Nou, gaan we doen. Ja, ja. Doei doei. Doei doei. Kijk, dit is een business school waar de kantine je vertelt verhaalt. En wat is een business school dan? Hi, welkom Noah, maatje. Nou, de business school, bij de business school werken we eigenlijk samen met elkaar in groepjes aan verschillende opdrachten, projecten van echte bedrijven. En die opdrachten die hebben alles te maken met geld en met economie. Nou, en bij Technasium doen ze eigenlijk een beetje hetzelfde en werken ze ook in groepsverband samen met elkaar aan verschillende opdrachten. En wat is Technasium dan? Oh ja, dat heb ik je nog niet laten zien. Kom, we gaan. Kijk, dit is het Technasium. Hier werken we ook in groepjes. Heb je elke dag les? Nee, 2 keer per week, 2 uur lang. Dus 4 uur in de week. Moet je hier dan ook technisch voor zijn? Nee, zeker niet. Iedereen met een HAVO of VWO-advies kan Technasium gaan. Ja, het vak heet ook niet technisch werken, maar onderzoek en ontwerp. We gaan hier door middel van onderzoek problemen oplossen en daar een ontwerp van bij maken. En elkaar knutselen. Als daar dingen bij zijn die je niet weet, kan ik als docent hier van de Technasium daar altijd bij helpen. Dus je hoeft niet technisch te zijn. En dan kun je mooi aan de slag en dan worstel ik al van de school. Nou, oké. Bedankt. Doei. 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 Kijk, dit is het gymnasium. Hier leer je klassieke talen, zoals Grieks en Latijn. Hey Noah, ben je bezig met de rondleiding? Ja. Ja, kom gauw binnen. We zijn net begonnen met de Griekse goden. En jij zei rondleiding, in de bovenbouw gaan we naar Griekenland. En de Grieken dachten dat de goden op de Olympus woonden. En daar gaan we dan ook kijken. Oh, wat gaaf! Ja, zeker gaaf. Maar we doen niet alleen dat. Want we doen ook taal en geschiedenis en heel veel mythologie. Want weet jij nog wie dit was in het midden? Zeus? Ja, heel goed. Zeus. En weet je wat hier op school ook nog begint met hetzelfde woord? Gym? Natuurlijk. Gymnastiek. Hebben jullie daar al gekeken? Nee. Nou, gauw doen. Veel plezier. Ja. Doei doei. Hey, dit is mij klaar. Ja. Oh, yes. Hey, luister, basketbal ken je natuurlijk. Ja. We hebben nog veel meer andere sporten die we hier doen. Waaronder bijvoorbeeld volleybal. Nou, denk aan voetbal uiteraard. Hockey, rugby, merkenvoetbal, ga zo maar door. Ontzettend veel sporten. Niet alleen onder schooltijd, maar ook na schooltijd. Zo hebben we vrijdags bijvoorbeeld volleybal die we standaard doen. We doen ook verschillende soorten toernooien. We doen ook toernooien die landelijk zijn. Dus daar doen we meer dan Nederlands kampioenschappen. Dus mocht je daar mee willen doen, dat kan altijd. Ja, yes? Dat is leuk. Nou, succes verder en wij gaan even verder met de oefening. Let's go. Doei. Hey jongens, kom binnen. Hey. Hi. Wat zijn jullie aan het doen? Ik geef de nieuwe leerlingen een tour. We komen net van gym. Oké, leuk. Ik ben net mijn les aan het voorbereiden voor het volgende uur van levensbeschouwing. Wat houdt levensbeschouwing eigenlijk in? Nou, wat ik nu aan het voorbereiden ben, gaat vooral over je gedachten bijvoorbeeld. Wat je hier leert bij levensbeschouwing gaat eigenlijk in het algemeen over hoe kijk je tegen het leven aan, wie ben je eigenlijk zelf en hoe kijken anderen tegen het leven aan. Dus de grote levensvragen, die proberen we hier samen te beantwoorden. Oké. Dat is wel interessant. Heel interessant. Maar wij moeten weer door. Goed zo, veel plezier hè? Ja, doei. 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 Hey. Hallo. Hallo. Nou, dit is hier de begeleide werkplek. Als je eens een keer een beetje een rustige plek nodig hebt of je wilt wat extra hulp, dan ben je altijd welkom hier. Oh, wat interessant. Nou, heel fijn. Doei. Doei. Kijk, dit is de mediatheek. Hier kan je rustig werken, dingen kopiëren en boeken lenen met je schoolklasje. Oké. Zullen we even rondkijken voor wat boeken? Ja. Hé, dit boek hoort hier niet. Waarom hoort je hier niet dan? Deze hoort in de Binask.
Kom, we brengen hem terug. Oké. Hallo, welkom in de Binnenslab. Dit is een mooie boek. Ja, dat klopt. Het is een moeilijk boek, maar je hebt het met heel veel vakken nodig. Met natuurkunde, met scheikunde en met biologie. Dus uiteindelijk leer je het goed kennen en dan is het helemaal niet zo moeilijk meer. Kom, we gaan. Dit is de technieklokaal. Cool, wat doe je hier? Welkom bij het vak techniek. Hier leren we jullie aan gebruik te maken van allemaal verschillende gereedschappen en materialen. We leren jullie hier aan om alles te maken, te bouwen of te repareren, wat je maar wil. Kortom, bij techniek, maar vooral op de Bruggestraat, is het altijd een feestje. Je komt wel geslaagd toe. Ja, zeker. Hey, Maatje en Noah, hoe hebben jullie het gehad vandaag? Ja, ja, leuk. Ja, was het leuk? Ja, ja. Heb je een beetje een indruk gekregen van onze locatie? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, mooi. Heel goed. Jij hebt volgens mij nog les, klopt dat? Oh ja! Ja, succes! Oh, doei! Maatje, heel veel goeds. Hopelijk zien we elkaar na de zomervakantie en fietsvoorzicht of zo na. Ja, zou ik doen. Bedankt voor jouw aanwezigheid. Ja, doei! Lieve leerlingen, beste ouders. Een lesdag is een mooie lesdag als jullie ook plezier hebben gehad. En dat proberen we ook echt elke dag weer voor jullie te bewerkstelligen. Heel veel succes met de keuze. Jullie kunnen je aanmelden op de Bruggestraat. En voor nu... alle goeds en hopelijk zien we elkaar, zeker na de zomervakantie, op deze locatie, de Bruggestraat.